Maar wat is het gewicht van deze Piaggio? Het is weer maandag, tijd voor een nieuwe video. En in deze video alles over de Piaggio New Liberty S. En je ziet hem al hier ergens achter me staan. De Piaggio Liberty is een ontzettend populair model bij Piaggio. In Nederland zie je ze niet heel veel, maar in het buitenland zijn ze er echt helemaal dol op. En dit heeft onder andere te maken met de grote wielen die eronder zitten. In deze video behandelen we de S-variant. En waar staat dit S'je voor? Dat gaan we jullie straks uiteraard ook uitleggen. We zullen jullie alle details laten zien, maar eerst gaan we er gezamenlijk een stukje omheen lopen. Wat natuurlijk meteen opvalt, dat is de kleur. Want deze New Liberty S is uitgevoerd in de kleur mat rood. En dat is gewoon een originele kleur van Piaggio. Nou, zoals je ziet zitten er vrij grote wielen onder. En heeft hij een beetje een klassiek uiterlijk. Het is een combinatie tussen sportief en retro. En laat ook gerust onder deze video weten wat jij van dit model vindt. Zoals jullie van ons gewend zijn, zullen wij alle details gaan nalopen. En we beginnen uiteraard aan de voorkant bij het stuur. Aan de linkerzijde van deze scooter hebben we de achterrem. En aan de rechterzijde hebben we de voorrem. Nou, de achterrem is een trommelrem. En de voorrem, dat is een hydraulische schijfrem. We hebben hier de knopjes voor de verlichting. Nou, het standaardlicht, dat staat altijd aan. Maar we kunnen wel nog switchen naar groot licht. Dus om één klikje teruggeven, dan gaat het grote licht weer uit. En als we dan op de onderkant drukken, dan kunnen we nog seinen. Nou, dat zullen we straks nog even laten zien. Maar het grote licht, de melding ervan, geeft hij uiteraard ook nog aan op het display. Verder hebben we hier de richtingenwijzers. Naar de links indruk is uit en naar rechts indruk is uit. En dat geeft hij ook weer aan op het display. Je hoort geen geluidje, maar je ziet wel op je displaytje dat je richtingenwijzers aanstaan. Hier hebben we nog de klaxon. En hier is er nog een knopje om je zadel mee open te maken. En dat zullen we straks nog even laten zien. Aan de rechterzijde hebben we nog het knopje om hem te starten. En we hebben hier nog een modeknopje. Als we hier kijken zien we het display en dan zien we de snelheid. We zien een brandstofmeter. We zien de totale kilometerstand, de tijd. Nou, het gaat om een splinternieuwe, dus je ziet hier ook nog het brandstoflampje branden. Wat we net al lieten zien is dat hier nog het lampje zit voor de richtingenwijzers. En hier zit nog het lampje voor het grote licht. Maar waar is dan het modeknopje voor? Nou, zoals je ziet staat hij nu op 0 kilometer. Vervolgens als we het modeknopje indrukken, dan verschijnt er tripafstand A en tripafstand B. Nou, hiermee kun je dus kijken wat je per week rijdt of wat je op een tank rijdt. En als je dan het modeknopje weer 2 of 3 seconden inhoudt, dan springt tripafstand A of tripafstand B weer naar 0. En zo kun je hem dus weer eenvoudig resetten. Het contactslot die heeft meerdere standen. Om te beginnen zit er uiteraard een stuurslot op. Het is een kwestie van het stuur naar links draaien. Vervolgens draaien we de sleutel naar links, halen we de sleutel eruit en zoals je ziet staat hij nu op stuurslot. Nou, om hem van stuurslot af te halen doen we uiteraard weer de sleutel in contact, draaien we de sleutel naar rechts en zo is hij weer van stuurslot af. Vervolgens, als we de sleutel één tikje naar rechts zetten en we het duwen de sleutel in, dan gaat het dashboardkastje open. En ik zal straks nog even laten zien hoeveel ruimte er in het dashboardkastje zit. En er zit ook nog een klein handigheidje in het dashboardkastje. Vervolgens, als we de sleutel één tikje doordraaien naar rechts, dan gaat het contact aan en dan kan je de scooter starten en ben je klaar om te gaan. Piaggio die denkt overal over na, want hier zit ook nog een tassenhaakje. En zo kun je eenvoudig nog wat extra spulletjes meenemen. Het dashboardkastje kun je weer eenvoudig sluiten door hem gewoon weer dicht te duwen. Nou, de vraag die altijd gesteld wordt, kan je het dashboardkastje ook openmaken als die op stuurslot staat? En dat is nee, want als jij hem op stuurslot zet, dan zit het dashboardkastje ook dicht. En als je dan op het contactslot duwt, dan krijg je hem niet open. Als je het contact aan hebt staan bij deze New Liberty, dan kun je eenvoudig met een knopje het zadel ontgrendelen. Het is niet zo dat hij helemaal open springt, maar je kunt hem wel van zijn slot afhalen. Als we hier op het knopje drukken, dan horen we straks het motortje gaan en dan klikt automatisch het zadeltje open. En wat je nu ziet is dat ik eenvoudig het zadeltje open kan maken. Wat wel grappig is, is dat hij hem een klein tikje omhoog heeft om uit zijn vergrendeling te gaan. En dat zullen we jullie even demonstreren. Ik druk nu op de knop van de ontgrendeling. En wat je ziet is dat hij hem een klein tikje omhoog heeft. En zo
gaat hij uit zijn vergrendeling en is die open. De scooter is voorzien van een vrij ruime buddybak. Om te testen heb ik weer een integraalhelm en heb ik ook weer een potje. Nou, laten we beginnen met het echte Italiaanse helmpje. Het helmpje van Tucano, het echte potje. Nou, die moet natuurlijk wel onder het zadel passen. Nou, zoals je kunt zien heb je nog voldoende ruimte voor eventueel je kettingslot. En ik kan het zadeltje ook gemakkelijk sluiten. Ik heb het stiekem even al geprobeerd. Alleen een integraalhelm, die past helaas gewoon niet. Dus mocht je deze scooter willen rijden met een integraalhelm, ja, dan zou je er echt iets van een topkoffertje moeten zetten. Ik doe het weer even met één hand. Ik laat de helm erin vallen. En zoals je ziet past dit gewoon echt niet. Ik zal het zadeltje even dicht doen ter demonstratie. Nou ja, dat krijg je gewoon niet dicht. Dus nogmaals, een Italiaans helmpje, daar is hij natuurlijk eigenlijk gewoon op gedesigned. Dat past wel, maar deze integraal helm, dat gaat helaas niet. Ik heb de helm er weer uitgehaald en de oplettende kijker heeft het wellicht al gezien. Hier zit de tankdop. Nou, de tankinhoud van deze Piaggio is zo'n 6 liter. De koplamp is voorzien van halogeenverlichting. En de knipperlichten die zijn hier mooi weggewerkt in het voorscherm. Nou, aan de achterkant zit een LED-achterlicht. En het remlicht, dat is wel voorzien van een normaal lampje. En ook weer de knipperlichten, die zijn hier heel mooi weggewerkt in de achterkap. Nou, en dan zie je ook wel echt de kwaliteit van Piaggio, want de kappen die sluiten echt heel mooi op elkaar aan. Deze scooter is voorzien van het Euro 4 motorblok. En een verplichting daarvoor is uiteraard ook kentekenplaatverlichting. En die zit hieronder. Aan de zijkant zien we hier stepjes voor de passagiers. En die kan je heel mooi naar buiten klikken. En als je geen passagier bij je hebt, dan kan je hem weer mooi inklappen. We zouden jullie ook nog wat meer vertellen over het dashboardkastje. Want stel dat nou je accu leeg is, dan kan je natuurlijk niet je zadeltje openmaken. Want dan werkt je automatische vergrendeling niet. Nou, daar heb Piaggio wat moois op bedacht. Ik doe het dashboardkastje even open. Op zich heb je hier ten eerste wat ruimte in om nog wat spulletjes in op te bergen. Maar wat wel mooi is, is dat ze hier in de hoek hebben ze nog een ontgrendelingslipje gemaakt. Dus stel dat nou je accu een keer leeg is en je trekt aan deze lip, dan gaat je zadeltje ook open. Aan de voorzijde is deze Piaggio voorzien van een 16 inch voorwiel. En ook een vrij grote remklauw met een remschijf. Nou, wat we al eerder vertelden, aan de achterzijde zit een trommelrem. En wat wel leuk is, er zit dan een 14 inch achterwiel onder. Dus een 16 inch voorwiel met een 14 inch achterwiel. Nou, dit gaat om het allernieuwste Piaggio motorblok, het IGET motorblok Euro 4. En deze is ontzettend zuinig. Het gemiddelde verbruik is een beetje tussen de 1 op 35 en de 1 op 55. Wat wel opvalt is dat er geen kickstart meer onder zit. Dus mocht je accu een keer leeg zijn, ja, dan moet je echt een andere accu gaan halen. Want anders kan je hem niet starten. Dus wij adviseren vaak bij aankoop gelijk een accu druppellader erbij te nemen, zodat je je accu op voldoende spanning kan houden. Op het zijscherm staat Liberty S. Maar waar staat nou het S'je voor? Nou, het S'je staat voor Liberty Sport. En het heeft niks te maken met de prestaties, alleen met de kleur. Want de Liberty kun je bestellen in een speciale sportversie. En deze kan je selecteren in speciale kleuren. En die kleuren kun je weer terugvinden bij ons op de website. Deze Piaggio kun je bestellen in een 25 km uitvoering zonder helmplicht en in een 45 km uitvoering met helmplicht. Verder is de Piaggio New Liberty verdeeld in twee varianten. Je hebt een normale versie en een S-versie. En het enige verschil, dat zijn de kleuren waar je uit kan kiezen. Ook is de S-versie voorzien van het S-logootje en dat heeft Piaggio weer heel leuk bedacht. Zoals we vertelden, heeft deze New Liberty een tankinhoud van 6 liter en is het verbruik ruim gezegd tussen de 1 op 35 en de 1 op 55. En dat heeft puur te maken met de rij-eigenschappen en bijvoorbeeld ook het gewicht van de bestuurder. Maar wat is het gewicht van deze Piaggio? Nou, deze Piaggio weegt 106 kilo. Dus het is niet de lichtste scooter, dus ook niet de zwaarste, maar gewoon een tussenmaatje. De grootte van de scooter, dat bepalen we altijd even met mijn lengte. Nou, ik ben zelf 1,95 meter. En zoals je kunt zien, is die niet heel groot. Ik zit vrij dicht op het stuur.
Ik denk met een lengte van zo'n maximaal 1,90 meter dat je prima op deze scooter kan zitten. Maar met 1,95 meter ja, zit ik met sturen toch al echt vast. Op zich is de afwerking en de kwaliteit wel echt helemaal super. Het ziet er mooi uit, het zit echt mooi in elkaar geklikt. Alleen voor mij persoonlijk zou die gewoon wel wat te klein zijn. Ik heb wel voldoende ruimte voor een gezellige medepassagier. En die kan zijn voeten hier kwijt achter op de voetsteuntjes. In het kader van meten is weten heb ik mijn meetlint erbij gepakt en gaan we gezamenlijk even kijken wat nu de exacte afmetingen zijn. We hebben net al gezien dat die wel wat krapper is voor lange personen, maar wat is nu de exacte wielbasis en wat is de hoogte van het stuur? Van de grond af aan gemeten komt het stuur op 99 centimeter en als ik de spiegels erbij tel, dan kom ik even afgerond op 125 centimeter. Verder, als we kijken naar de wielbasis, leg ik hem even achteraan tot en met vooraan, dan zit ik op 1,90 meter. Willen jullie nou nog meer informatie over deze Piaggio? Neem dan gerust een kijkje op onze website. Je mag hem uiteraard ook bij ons in de winkel komen bekijken of je kan hem eenvoudig online bestellen in onze webshop. Vonden jullie dit nou een leuke video? Laat het ons gerust weten. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal en dan zien we elkaar volgende week maandag.